Het is vrijdagavond en het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Kick-Off, het sportprogramma van Arnhem. Nou, als eerste blikken we kort terug op het Arnhemse sportgala van vorige week. Anouk Vetter won daar de prijs voor de beste sportprestatie van het jaar. De atlete won namelijk vorig jaar in Amsterdam het Europees kampioenschap op de Zevenkamp. Arjo Wijnhorst kreeg een Arnhems meisje als onderscheiding. De oud-rolstoelhockeyer won de prijs omdat hij zich al jarenlang inzet voor sporters met een beperking. En in dit filmpje zien we een sporter die wat minder gelukkig was. Let's look at it again. Oh, it's Martin, yes. 5-1-2 here in second place there. Here he comes up to the barrier. Seemingly, he's okay. No, it's, oh, that is very nasty. No, it's not Martin. It was Weidlinger of Austria. Ja, dan Vitesse. De ploeg uit Arnhem heeft de goede serie geen goed vervolg kunnen geven. Ze gingen namelijk na een slap begin met 1-0 onderuit bij Excelsior in Rotterdam. Plek 4 in de Eredivisie lijkt daarmee buiten bereik, hoewel de ploeg nog een wedstrijd bij FC Utrecht voor de boeg heeft. De huidige nummer 4 in de Eredivisie. Aanstaande zondag om 2:30 is eerst de thuiswedstrijd tegen Feyenoord, de koploper. Ricky van Wolfswinkel is daarvoor helaas geschorst. Hij pakte tegen Excelsior een gele kaart. Nou, dan hebben we nog de kijkersvraag van vandaag. En die luidt, in welk jaar speelde Vitesse voor het laatst de bekerfinale? Nou, het antwoord daarop volgt na de locatie van vandaag. En daarin gaan wij op bezoek bij basketbalvereniging de Arnhem Eagles. Reporter Joris Kroeze spreekt daar met bestuursleden Talita Mastaitoeboen en Jeroen Boon. En ik ga het gesprek aan met de trainer onder 20, Dirk-Jan Hulstein. Dirk-Jan Hulstein, je bent trainer van het team onder 20. Ja. Ik heb gehoord dat het het meest talentvolle team van de Eagles is. Klopt dat? Dat klopt, ja. Op dit moment wel, ja. Wij spelen het hoogste niveau wat je op dit moment kan spelen met de onder 20 1. Ja. En dat is landelijk. En ik heb ook gehoord dat jullie dan bij de last four, of de final four zitten. Is dat een soort play-offs? Of? Ja, dat is een play-offs. We spelen de final four, dat zijn de nummers 1 en 2 van de A-pool tegen de nummers 1 en 2 van de B-pool. Nummer 1 speelt tegen nummer 2. Wij zijn nummer 2 geworden in de B-pool, dus wij spelen tegen nummer 1 uit de A-pool, dus Harlem Lakers. En dat is de best of 2. Dus, en die speelt de winnaar daarvan speelt de finale tegen de winnaar van de andere pool. En dat is op 13 mei in Zwolle. En dan speel je voor het Nederlands kampioenschap. En je moet Zwolle en ja, we zijn nu in Arnhem, dus niet alleen in de Randstad dat er ook topniveau is met de basketbal. Nee, Zwolle is de tophal, dus topsporthal van ons. Zoals Almere heeft Zwolle er een, dus de Eredivisie speelt daar. Dus daar wordt hij toevallig toernooi gehouden. Wij spelen niet tegen Zwolle, want wij zitten in de B-pool, wij zitten laag. En wij hebben voornamelijk de Randstad ook. En waarom is juist dit team zo talentvol? Is dat gewoon een gelukkige generatie die je nu hebt? Of zitten er echt hele talentvolle jongens bij die ook misschien wel door gaan breken? Of? Ja, er gaan wel een paar jongens omhoog, dat denk ik wel. Of het nou echt heel talentvol is, dat durf ik niet keihard te zeggen. Want daar spelen we net niet de eredivisie voor. We hebben geen eredivisie onder 20 meer. Dit is wel het hoogste niveau, maar geen eredivisie meer. Dus dat is tweede divisie noemen ze dit. Of dat echt voor de top is, dat denk ik niet. Ik hoop het wel en daar trainen we voor en meer kunnen we niet doen. We hebben gewoon een hele leuke, enthousiaste groep. En dat klikt al 2 jaar. En dat maakt het leuk. Basketbal is een teamsport, hè? En ik ben heel erg voor team. Dat vind ik veel belangrijker. En het team wordt altijd van het individu, is mijn motto. En daar zie je het verschil in. Ik vind echt, we hebben een leuk team en dat is altijd een wisselwerking. En als het leuk is, presteer je ook beter. Zie je dat ook terug buiten het basketbalveld? Ja. Maar het is gewoon gezellig. We hebben gewoon schik in de wedstrijd. Deze jongens spelen al vrij lang, ik ben pas 2 jaar hier. En deze jongens spelen al heel wat jaren bij elkaar en dat zie je ook gewoon. Die corrigeren elkaar. Naar mijn idee nog te lief hoor, dus het mag best wat harder zijn. Dus, maar goed, ik hou wel van een beetje harder spel. En hamer je daar ook op, want je zegt harder spel, maar dat lijkt me aan de andere kant ook wel lastig. Want basketbal is natuurlijk niet echt een contactsport waar ik je zo even omver duw. Ja, dat is dus de grote fout die iedereen denkt. Hè? Want basketbal is een hele harde contactsport. Want als je goed kijkt, dan zie je in een lay-up. Dan worden er fouten gemaakt. Maar als jij een bal krijgt, mag je pivoteren, mag je de bal beschermen. En kijk eens met ellebogen, dat heet bal beschermen. Dat is best hard hoor. Maar iedereen denkt, die niet basketbalt, dat dit niet mag. Dat mag wel. Je mag voelen, hè. Ik kan zo voelen, maar ik kan ook zo voelen. En voel je het verschil? Dat deed al een stukje zeerder en dat was al heel zachtjes. Dus het is wel degelijk een contactsport, want je mag gewoon een hard screen zetten. En zijn dat dan ook van die kleine slimmigheden waarop je dan bewust traint binnen de ploeg? Nee, dat mag niet, hè.
Maar natuurlijk doen we dat. Ja, uiteraard, anders red je het niet. Je moet daarop trainen, anders red je het niet. Nee, dat is logisch. En is het dan, zeg maar, zijn het dan vooral die slimmigheden en train je dan vooral op techniek? Of zit er bijvoorbeeld krachttraining in basketbal? Die zijn er zeker, krachttraining. Dat doen wij helaas niet. Wij trainen 3 keer in de week, waarvan ik mijn assistent Rick Boers, die traint op de maandag. Die doet vooral het technische gedeelte. En ik doe het tactische gedeelte. Dus Rick traint heel veel op fundamentals. Heel veel wat ze moeten. En ik heb over het algemeen, mijn trainingen bestaan veel meer uit dit soort dingen. Grote spelvormen en hoe we de lijnen moeten lopen. Dus dat is ideaal. Dat is een goede mix samen. Dus dat is leuk. En 3 keer is wel, ja, voor dit niveau echt wel nodig. 3 keer is wel voldoende. Ja, is wel heel prettig. Het is wel een belasting. Want ja, zoals je weet is onze sport niet betaald. Het is allemaal vrijwilligerswerk. En dan is de belastbaarheid best hoog. Maar jongen, als je er plezier in hebt, ja, ik vind het fantastisch. Ik doe het nu bijna 40 jaar en ik vind het mooi spelletje wat er is. Dan denk ik bij mezelf, hè, van vroeger ook, dat je voor basketbal altijd bepaalde lengte moest hebben. Minimaal 1,95 meter om echt heel goed te zijn. Nou kijk ik hier in in de hal, dan zie ik ook jongens die wat kleiner zijn. Wat is jouw mening daarover? Je hebt ook kleintjes nodig, hè? Die vinden sneller. Dus natuurlijk is lengte is prettiger. De rebound, ik heb natuurlijk zelf altijd gespeeld, rebound moet je gewoon niet aanwezig zijn. Maar als je nou een fast break hebt, nou, dan loop je altijd tegen een kleine weg. En als je een fatsoenlijk schot hebt, nou, dan het hele basketbal bestaat niet uit langer bij ons. En Nederland is best lang, maar kleintjes zijn sneller. Dus het is toch een mix en elk team heeft hetzelfde. Hè? Dus het is niet haalbaar om alleen maar lengte te hebben. Maar als ik mag kiezen, ja, dan is lengte wel prettiger, maar snelheid is net zo belangrijk. Als iemand thuis kijkt en die wil misschien wel basketballer worden en is misschien maar 1,75 meter, dan zeg jij, ja, die kan prima basketballen ook. Dat kan heel goed basketballen. Ja, dat lengte is niet doorslaggevend. Het is prettig, maar het is geen must. Want als je andere capaciteiten hebt, je kunt heel hard verdedigen, je bent snel of je kunt een goede guard worden. Nou, er zijn overal niet de langste mensen. Internationaal gezien is basketbal best wel een grote sport, alleen in Nederland blijft het nog een beetje achter. Heb je enig idee waar dat aan ligt? Een deel financiën. Ik denk dat het grootste deel financiën, want er zit totaal geen opleidingsgeld achter. We kunnen niet. We hebben natuurlijk TBG hier in de regio. Daar zit wel wat geld in, maar om het echt van de grond te krijgen blijft lastig. Het blijft lastig. Nou, echt aan zit. Ja, het is de jeugd ook. Hè. Ze moeten ook willen trainen, je moet ook willen. Maar dan moet er ook wat tegenover staan. En dat is in basketballand niet echt. Dus en dan is het toch te klein. Ik kom zelf met enige regelmaat in Amerika. En dan zie ik overal basketbalveldjes buiten staan. Maar wat mij dan ook opvalt, ik zie heel veel donkere jongens die dat beoefenen. En dan als ik hier kijk in de hal, zie ik een veel diverser beeld. Is dit representatief? Of? Ja, voor deze regio zeker. Voor in het westen zie je wel wat meer donkere jongens. Die zijn over het algemeen wat atletischer. Die zijn wat spectaculairder, die springen wat hoger. En wij trainen wat meer op fundamentals. Dus dat is... We hebben hier iets minder... Het zij zo. Ja. En je hebt zelf ook veel gebasketbald, zeg je. Je doet het al 40 jaar volgens mij. Waar heb je zelf ooit vroeger gebasketbald? Alleen maar hier. Alleen maar bij Eagles. En 30 jaar bij Eagles gebald. Ik ben nu 8 jaar weg geweest en sinds 2 jaar weer terug. Ik heb 8 jaar anders trainercoach geweest. En nog prijzen gewonnen vroeger, want je bent nu trainer, maar misschien heb je nog wel meer ambities voor de toekomst? Nee, ik vind dit het hoogst haalbare. Ik vind dit prima zo. Wie weet zullen we in de toekomst. Ik heb altijd hierheen gedaan. Dit is voor het eerst sinds 2 jaar dat ik jeugd doe. En die hebben me echt plezier teruggegeven, dat moet ik wel zeggen. Maar ik werk op zaterdag, dus de jeugd doen is lastig gewoon voor mij. Want ik moet te veel vrijnemen en dat is, daarom heb ik daar wat meer moeite mee. Dus daarom heb ik altijd senior gedaan. En dan zie je het verschil goed. Maar jeugd is echt leuk hoor. Maar senior ook. Nou, als je als jeugdspeler per se door wilt breken. Hè? Want je ziet heel weinig Nederlanders die echt de top halen. De top van de top. Van Rick Smeets ken ik Rick Smeets wel. Wat zou jij adviseren aan een jonge speler wat hij of zij moet doen om echt de top te halen? Het is toch alleen maar een kwestie van trainen, trainen, trainen. En als je talenten hebt, toch opvallen en zien dat je zo snel mogelijk de stap omhoog kan maken bij teams die echt prestatiegericht willen basketballen. En dat is eigenlijk het enige wat mogelijk is. Want als je, alle respect, bij ons blijft ballen, ga je nooit de top halen. Want wij zijn semi-amateur, hè, zo moet je het maar noemen. Wij proberen het zo hoog mogelijk te halen met wat we kunnen en wat we middelen hebben. We hebben natuurlijk geen eigen hal, we hebben geen krachthonk. En dat heb je gewoon echt allemaal nodig om de top te halen.
Het is een onder-20 team. Ziet het team er volgend jaar heel anders uit? Is er veel uitstroom? Of kun je aan redelijk dezelfde ploeg weer verder bouwen naar een volgend niveau eventueel volgend jaar? Nee, zoals het er nou uitziet zal dit team uit elkaar gaan vallen. Er gaan er in ieder geval 3 vanwege hun leeftijd uit. Hè. Het is een onder-20 team. En 2 hebben aangegeven naar een andere vereniging te willen gaan. Of in ieder geval zo hoog mogelijk te willen spelen. Dus ja, we moeten eens even kijken hoe het zich ontwikkelt. Ons Heren 1 is momenteel natuurlijk een dramatisch seizoen gespeeld. Daar kunnen we lang en breed over. Dat is jammer. Want er zit talent zat in, maar die hebben gewoon pech gehad met veel blessures. Ja, dan heb je dit vooral een keer een jaar. En daar zal de jeugd ook naartoe moeten, in mijn optiek. Dus ik weet niet wat de toekomst op dit moment brengt. Daar zijn we wel mee bezig natuurlijk. Maar daar is nog niks duidelijk over, René. Hartelijk dank voor het interview en we gaan zien wat de toekomst gaat brengen. Ja, dat gaan we zeker zien. Ik ben heel benieuwd. Ik praat met Jeroen en Talita, voorzitters van de basketbalvereniging de Arnhem Eagles. Talita, als ik het goed begrepen heb, ben jij dit op dit moment en is Jeroen jouw opvolger? En ben je hem aan het inwerken, klopt dat? Dat klopt inderdaad. Ik ben nu de afgelopen 3 jaar voorzitter geweest, of ben ik voorzitter van de vereniging. Maar goed, ik ga aftreden. En Jeroen heeft zich gemeld als opvolger. En daar zijn we heel erg blij mee. Ja, dat begrijp ik. En jij hebt er heel veel zin in, neem ik aan, Jeroen. Hartstikke leuk. Ik vind het altijd heel fijn om een vereniging en om mensen te kunnen helpen en met sport bezig te zijn. En basketbal is de passie van mijn kind, dus ook een beetje mijn passie geworden. Nou heb ik voor mezelf altijd het idee dat mensen die basketbal spelen bijna 2 meter zijn. Dat zijn jullie niet. Ik wel. Ik speel het zelf niet. Maar heb jij zelf ook gebasketbald? Nou, sterker nog, ik basketbal nog steeds. Ik speel in het eerste damesteam. En dat doe ik eigenlijk met heel veel plezier. Dat is overigens ook een van de belangrijke redenen geweest dat ik ben ingestapt. Hè? Want 3 jaar terug hadden we het zwaar als vereniging. Hè? Het toenmalige bestuur die stapte op. En toen ben ik ingestapt, omdat ik dacht van, ik wil sowieso wel wat terugdoen voor de samenleving, voor de maatschappij. En dit was wel ook een mooi moment om dat te combineren, ook met het feit dat je dan zelf nog kan blijven basketballen. Dus ik basketbal nog steeds. Oké, hartstikke leuk. Jeroen, jij hebt net gezegd, jij vooral omdat jouw kind basketbalt, maar jij speelt zelf niet? Ja, sinds hij veel speelt en veel gespeeld heeft, de laatste paar jaren speel ik ook eigenlijk weer mee hier in de vereniging en dan onder de recreanten 2. Dus eigenlijk de laagste gezelligheidsklasse, noem ik het even. En dat gaat heel goed. We hebben best een flinke club erbij gekregen het afgelopen jaar. Dus dat ontwikkelt zich heel goed. Ja, nou daar ben ik inderdaad benieuwd naar, want jullie zitten hier op een prachtige locatie in de Schuitgraaf. Ja. Hoe lang bestaat de vereniging? Hoe lang zijn jullie eigenlijk hier aanwezig op deze plek? Er zijn 2 verschillende vragen natuurlijk. De vereniging bestaat vanaf 1962 uit mijn hoofd, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt wel. Ja, en wij zitten hier nu voor het tweede seizoen op een rij. Dus vorig seizoen voor het eerst. Ja, ik moet even weer nadenken. Dus dat is nog niet zo heel erg lang. Is wel een bewuste keuze, want we hebben met de ledenvergadering erover gehad. We wilden wat dichter zitten bij onze potentiële nieuwe ledenkern. En in de Schuitgraaf wonen heel veel jonge gezinnen, dus dat vonden we belangrijk. En een andere belangrijke reden was dat wij als vereniging graag onze kosten omlaag wilden brengen. Nou, dat was mogelijk door naar deze zaal toe te gaan, omdat we hier, ja, zoals je ziet, heb je 3 velden naast elkaar. Dus we kunnen hier ook 3 wedstrijden naast elkaar spelen. Nou, dat kon niet in onze oude hal. Dus daarmee besparen we ook kosten. Mooi. Ja. En wat betekent dat, Jeroen, inderdaad voor het ledenaantal? Sinds jullie hier zitten, is er een toename? Volgens mij is er wel een toename, maar ik heb de cijfers niet paraat. Ik weet bij de recreanten is er een aardige groei en bij de jongste jeugd onder de 14 is er een aardige groei. Maar de exacte aantallen, misschien kan... Dat weet Talita. Nou, we hebben op dit moment 263 leden. Dat is exact. Het begin van het seizoen hadden we er ongeveer 220. Dus we hebben sowieso wel een toename in leden gehad. Dat heeft niet alleen te maken met de nieuwe zaal, hoor, maar ook met onze TC die heel actief bezig is geweest met het geven van clinics op scholen. Met het werven van nieuwe leden. Dat is wel echt de effort van meerdere mensen in de vereniging dat die groei er is. Ja, want ik
ik las inderdaad, je kunt de proefles volgen bij jullie. Hè? Dat geldt voor junioren en ook senioren, neem ik aan. Is dat bedoeld om een gevoel te krijgen of dat je de sport leuk vindt of je er verder mee wilt? Ja, het is heel belangrijk om te proeven wat is die vereniging, wat doen ze daar en wat zou ik daar kunnen leren. En op het moment dat je één keer binnenkomt en je moet al een jaar lid zijn voordat je überhaupt geprobeerd hebt wat basketbal is en hoe je dat met elkaar speelt. Ja, dan moet je echt 2 of 3 keer moet je het meemaken en dan kun je eigenlijk zeggen, dit lijkt me wel heel leuk, dit wil ik een jaar doen. Dus dat is echt belangrijk en dat maakt ook dat leden de binding met de club kunnen vinden en zich niet verplicht voelen om meteen lid te zijn. Je kunt er eigenlijk letterlijk in die 2, 3 keer kun je erin groeien. En dan kun je alsnog zeggen, dit is toch niet mijn sport. Of je zegt, als we het goed hebben gedaan, dit is een gave sport. Ja. Mooi. Dus ik zag op jullie website staan dat jullie hebben een STAR-reglement voor eigenlijk alle leden. Wat kun je daarover zeggen? Wat betekent dat? Nou ja, goed, STAR houdt eigenlijk in dat wij het belangrijk vinden dat er respect is binnen de vereniging. Hè? Dus een afgeleide daarvan is ons huishoudelijk reglement. We merken dat binnen de vereniging er heel veel verwacht wordt van ons als vereniging. Maar we verwachten ook wat van onze leden. En een van die dingen is dat je niet alleen respect hebt voor je medespelers en je teamgenoten, maar ook voor je tegenstander, voor de scheidsrechters en alle andere mensen die om de wedstrijd heen lopen. Nou, en het verlengde daarvan is het ook een signaal naar ouders toe. Ja. Hè, want ouders zijn heel enthousiast. Hè? Die willen heel graag hun kinderen aanmoedigen. Alleen daarbij vergeten ze soms dat het om plezier gaat. En natuurlijk willen we het maximale eruit halen met elkaar. Alleen ja, is het wel belangrijk dat je daarbij sowieso respect hoog in het vaandel houdt. Ja. Hè, dus daar zijn met name die regels voor bedacht. Ja. En nou zag ik, is het zo, jullie hebben wedstrijdleden en ook trainingsleden, Jeroen. Wat is het verschil daartussen? Het belangrijkste verschil is dat je minder verplichtingen aan je team hebt gemaakt. En dat je team ook waar je mee traint, dat die weten, je speelt niet in de wedstrijden mee. Dus we hoeven op dat moment niet rekening te houden met jouw agenda. En dat moet wel van tevoren bekend zijn, want dan kun je als wedstrijdteam ook beter op elkaar inspelen. En de jongens die niet een wedstrijdlid zijn, die hebben vaak ook een wat lager inschrijfkosten of contributie. Ja. Duidelijk. En als je, want jij neemt het stokje straks over van Talita, zijn er dingen waarvan je nu al kunt zeggen van nou, die ga ik helemaal anders doen of eigenlijk nog? Ik ga alles anders doen. Nee, zover ben ik nog niet. Ik weet wel dat Talita heeft de vereniging eigenlijk weer op varende gekregen, financieel gezond. En vanuit die basis kan ik heel anders kijken naar de activiteiten die we kunnen doen. Want de afgelopen jaren was echt knokken om om letterlijk de touwtjes aan elkaar te knopen. En nu kunnen we daar iets, door hard werken, kunnen we daar iets rustiger in zijn. En dan hebben we misschien wat meer mogelijkheden voor leuke dingen voor leden. Maar dat moet ik gaan bekijken. Dat komt. Oké, dus als er nu mensen zijn die zitten te kijken en denken van nou, lijkt me hartstikke leuk. Ik wil wel eens proefles volgen. Dan kunnen ze zich aanmelden bij jullie. Er is nog plek, er zijn geen wachtlijsten. Nee, we hebben geen wachtlijsten. Wij zitten er zo in dat wij eigenlijk groeien met, afhankelijk van de aantal aanmeldingen die er zijn. Dus dit is onze hoofdlocatie. Maar we hebben ook een aantal spelzalen hiernaast die we gebruiken. Bijvoorbeeld de Salamander. En in Noord hebben we ook zalen die we inhuren. We willen gewoon iedereen de mogelijkheid bieden om hier aan deel te nemen. Wat nog wel interessant is, denk ik, om te noemen, is dat we specifiek voor jeugdleden een aparte contributievorm hebben. Omdat helemaal bij jeugd, die zijn vaak nog heel erg zoekende wat ze willen. Dus die worden sowieso geen lid voor een heel jaar. Hè. Die worden lid voor een half jaar als ze gaan deelnemen aan de instuif. Hè, en de instuif is eigenlijk een manier om spelenderwijs jezelf bekend te maken met basketbal. Ja, dus dat gebeurt wel onder goed gecertificeerde trainers, maar op een wat spelende wijze manier, laat ik maar zeggen. Ja. Nou speel jij zelf ook hè, in het damesteam. Ja, dat klopt. Hoe is die verhouding dames of meisjes bij jullie, bij de Arnhem Eagles, ten opzichte van de mannen of de heren? Nou ja, we zouden wel wat meer dames kunnen gebruiken in de breedte, denk ik. Als je nu bij de jeugd kijkt, zie je al wel weer wat meer meiden enthousiast worden voor de sport. Maar als je kijkt naar de lijnen daarboven, hè, dan... Ja,
is het wat magertjes. Hè? Dus dames die eventueel willen komen basketballen, maar ook meiden hè, van 16, 17, 18 jaar, ja, die zijn van harte welkom. Leuk om te horen. Nou, Talita en Jeroen, hartelijk dank voor dit verhaal over de Arnhem Eagles. Wil je nou meer weten over de Arnhem Eagles? Kijk dan op www.arnhemeagles.nl. Ja, tot dusverre de Arnhem Eagles. Wilt u nu meer weten over deze basketbalvereniging? Neem dan een kijkje op de website www.arnhemeagles.nl. Nou, dan het antwoord op de kijkersvraag van vanavond. In welk jaar speelde Vitesse voor het laatst de bekerfinale? Dat was in 1990. Toen verloor Vitesse op 25 april met 1-0 van PSV. En toenmalige Vitesse-speler John van der Brom miste destijds een strafschop. Ja, dan zijn we alweer toe aan het einde van deze aflevering. Volgende week zijn we weer terug op hetzelfde tijdstip en op dezelfde zender. En dan brengen wij een bezoek aan hockeyvereniging Upward. Voor nu bedankt voor het kijken, nog een fijn weekend en graag tot volgende week.